We maken witlof. En niet een witlof met home and garage, maar witlofkoekjes gaan we maken. En het handigste is, als je reepjes witlof hebt, dan snij je hem op de methode potlood. Dus dan snij je steeds iets van zijn puntje. Dan draai je hem een kwartje. Weer een paar reepjes eraf. Weer een paar reepjes, steeds een beetje. Tot je uiteindelijk die kern overhoudt. Die is tegenwoordig niet meer zo bitter, maar nog wel taai. En dan hoef je dus dat kontje ook niet eerst eraf te halen. En dan heb je zo dit over. Eén lof gesneden. En witlof is net als asperges en het wit van prei. Blijft het wit omdat het geen daglicht krijgt. En zo is die ook ooit uitgevonden. Dat is chicorij, waar ze ook vroeger veel nepkoffie van maakten. Net als andijvie is ook een chicorij. En dan rooiden ze die chicorijwortels op om te bewaren voor de winter. En dit was een man van de Belgische hoftuinen, waren het geloof ik, in Brussel. En die legden al die wortels in de kelder en op een gegeven moment liepen ze uit en ze bleven blank. En toen kwamen daar hele mooie blankige kropjes uit. En daar was het Brussels loof geboren. En toen zijn ze er een tijdje in gaan handelen en dat was ook alleen maar in de buurt van Brussel. Dus allebei zou dat de reden kunnen zijn dat ze het daar zo noemen. De lof. Er komt een ui bij, natuurlijk. Het is een flinke, dus ik hou het daarbij. En de ham laten we natuurlijk achterwege in de serie witlof met ham en kaas. Maar we doen er wel een beetje kaas in. Voor de pittigheid. Ik neem nu een extra belegen Hollandse, maar je kan eigenlijk alles wat je lekker vindt als het maar met je plak geeft. En als je nou liever toch een droge zoals parmezaan of zo neemt, doe er dan ook een beetje smeuïge kaas bij. En een teen knoflook. Oh, en als u het vegan wil houden, dan kan je de kaas ook vervangen door edelgistvlokken. Dan wordt het wel, dat geeft wel dat zoutige smaakje, maar natuurlijk niet de smeuïgheid van kaas, dat dan weer niet. Dan zou je een beetje gemalen cashewnoten kunnen doen, dat je ze helemaal tot prut maalt, weet je wel. Als vegan bent, weet je dat. En we doen nu een beetje een basisversie, maar je kan er natuurlijk nog van alles bij doen. Tijm, groene kruiden, of je kan hem juist een beetje India's kruiden. Crème fraîche. Nou ja, een paar lekkere lepels. Dat het een beetje een smeuïg meukje wordt. En dan gaat er broodkruim bij voor de stevigheid. En neem dan niet van dat rare, harde, korrelige paneermeel. Of van eigen oud brood, wat je gewoon maalt. Of panko, dat is ook prima. Maar dat uit die strooipakjes, dat neemt niet zo lekker vocht op als de bedoeling is. Want daarvoor gebruiken we het nu. Dan laat je hem een kwartiertje staan. Zodat dat paneermeel al het vocht op kan nemen. En je een kneedbare massa krijgt. Dus daar moeten we nu even geduld hebben. Nou, dat spul heeft nu een kwartiertje gestaan, waardoor al dat broodkruim is opgenomen door het vocht dat we hebben toegevoegd. En daardoor is het kneedbaar geworden. Een beetje neutrale olie, maakt niet zoveel uit. Je mag ook olijfolie als je dat lekkerder vindt, maakt niet uit. Als het maar olie is. En dan moet je echt wel goed aandrukken, want er zit geen ei in voor de plak. Alleen die paneermeel maakt de plakkerigheid. En dan kan je er zo koekjes van vouwen, kneden. Wacht tot de olie heet is. En als je dan gaat bakken, maakt niet uit wat. Bak dan met de klok mee of tegen de klok in, dat maakt niet uit, maar in volgorde. Want dan weet je waar je begonnen bent, dus ook waar je als eerst moet omdraaien. Dit is een beetje voor zichzelf begonnen, geloof ik. Ja. Witlofkoekje. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.